Omdat wij vandaag een beetje nieuws hebben gebracht, namelijk dat wij Singing in the Rain gaan spelen hier op de Donk. Ik speel de rol van Don. Don is de filmster van het moment in de stomme film daar. Maar de stomme film evolueert naar film met geluid. En gelukkig kan Don alles, zowel acteren als zingen als dansen, waardoor dat hij wel makkelijk mee kan met die nieuwe vorm van cinema. En dat kan niet van iedereen gezegd worden. Alle vrouwen vinden Don fantastisch, behalve één. En natuurlijk wil Don die vrouw. De regen valt op mij. Mijn personage, Lina, is een heel grote diva in de wereld van de doofstomme film eigenlijk. En wij gaan dan in het stuk over naar de sprekende rollen en naar de geluidsfilm eigenlijk. Dus dat is, ja, dat is eigenlijk het verhaal waardoor dat, zij denkt, doordat ze zoveel aandacht gekregen heeft, dat ze dat terug zal krijgen. Maar dat is nog niet zeker. Als kind de film Sing in the Rain zien, dat is een reden om musical te gaan studeren. Hè? Dat is een reden waarom dat ik, toen ik in Tilburg naar de Open Deurdag ging, in het lokaal van muziektheater stond, waar geen dans echt de prioriteit kreeg. En in het lokaal daarnaast was het lokaal van musicaltheater, waar dans gigantisch hard de prioriteit kreeg. En dat is dan het moment waarop dat Sing in the Rain in je hoofd ploft en zegt, oké, nee, ik moet echt dans studeren. Ik heb 4 jaar afgezien op de dansacademie. Maar dat maakt wel dat ik nu de mogelijkheid heb om in Singing in the Rain de rol van Gene Kelly te spelen gewoon. En dat is een gigantische eer. Toen de film gedaan was, leek de toekomst grijs en graal. Maar in de nacht kwam onverwacht het konijn uit onze mouw. We zeggen goeiemorgen. Goeiemorgen. De zon verschijnt nu gauw. Iedereen zegt mij de hele tijd van, oh, dat gaat kei leuk zijn. Dat is een heel leuke gebeurtenis altijd. Gegeven dat het zo groot is, vind ik heel tof dat het spektakel is en dat we heel veel mogen dansen. Dat is een beetje mijn oude liefde, want ik heb als kind altijd intensief gedanst. Ik ben dan vol voor het acteren gegaan, dus dat is dan, ik heb dan heel weinig nog gedanst. En nu mag ik echt zo vol een bak terug trainen. Ik wil al jaren leren tapdansen. Dus toen ik de vraag kreeg, dacht ik, yes. Voilà, nu moet het gewoon. Dus we zijn vol een bak aan het oefenen, want er wordt wel wat getapt. Hè? Dansen wordt echt een uitdaging, want voor mij tappen is iets tegen mijn natuur in, omdat ik van opleiding een balletdanser ben. Dus dat is even helemaal het tegenovergestelde van waar ik zou mogen of kunnen doen. Dus dat is een leuke uitdaging, maar het is vooral heel leuk om met deze bende terug samen te werken. Het is 3 jaar geleden, dus het werd tijd dat we nog een keer afspraken. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen. Het is een klassieker, hè? Ja, geweldige nummers. Iedereen kent ze ook. Iedereen kent op zich wel het verhaal, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen in de wereld die film wel gezien hebben. Deze is toch zo'n titel dat nog nooit is gebracht. Hè? Ook zoals nog nooit naar het Nederlands is vertaald. En Bruno heeft daar een keigoeie job mee gedaan. Bruno van Heijstraat, de regisseur. Die heeft een mega goeie job gedaan met de vertalen. Dus ik denk dat het vooral ook leuk is om het stuk in Nederlands te brengen. Ik voel me zo blij en zing vogelvrij, terwijl dat regen valt op mij. Het wordt een groot decor in ieder geval. Wordt ook nu, denk ik, toch een van de eerste keer mijn groot ledscherm gewerkt. Dus dat gaat dan ook weer een andere dynamiek geven. We kunnen heel snel switchen van decors. Ja, spektakel. Hè. Het is ook een spektakel. Het decor is weer al een stapje hogerop. En dan, ja, die choreo's die gaan echt fantastisch zijn. Er zal voor regen gezorgd worden van bovenuit of ja, op een andere manier.